Thomas, kan jij het nog wel uitleggen? Vorig jaar ging het heel het over de IC-bedden. Ja. IC-bedden zijn nog lang niet vol, hè, toch, op dit moment? Ja en nee. Als je kijkt naar de absolute aantallen, dan, en ik ben geen zorgkenner natuurlijk, maar de mensen die we gesproken hebben in de zorg, en ik bel ook regelmatig een rondje met het OPD-leden, dat weet ik. Die zeggen dan, het is inderdaad zo, als je kijkt naar gewoon de aantallen bedden die we hebben, dan hebben we er nog wel wat over, zou je zeggen. Alleen, er zijn heel wat medewerkers vertrokken in de zorg, omdat het gewoon heel hard werken was het afgelopen jaar. Afgeschaald ook weer, hè, naar de vorige keer, toch? Ja. En dat is een probleem. En... Maar vorig jaar hadden we toch 1700 bedden in de IC, op de IC's? Dat was de absolute limiet, werd er toen gezegd. Ja. Dat was we zitten nu op rond toch? De 250. Ja. Dat is nogal een gat, vind ik persoonlijk. Ja, maar er liggen ook weer heel veel mensen nu dan weer in de reguliere ziekenhuisbedden. Ja? Heb ik me laten vertellen. En daar is ook personeel voor nodig. En dat is personeel wat je dan weer niet kan gebruiken op die IC-bedden. En zo is het is er een soort van zorginfarct aan het ontstaan langzaam, zeggen die. Ja, maar dat is toch door die bezuinigingen die het kabinet ooit doorgevoerd heeft jaren geleden? Ja, maar die kan je dus niet in een jaar tijd terugdraaien. Nee, maar nu lijkt het erop alsof ze er helemaal niets aan doen. Nou, dat lijkt het nu bijna op. Als je vorig jaar nog 1700 bedden hebt, dat je het wel kan doen. Ja, zover ga ik niet, kan ik de zorg niet beoordelen. Ja, dat is een beetje wat ik een beetje... Ik zat naar dat coronadebat te kijken. Uh-huh. En er worden cijfers gegooid. En er worden allemaal dingen geroepen. En op een gegeven moment zit iedereen elkaar aan te kijken. En niemand weet het meer, lijkt het wel. Dat lijkt wel alsof iedereen maar is het niet zo dat na opschaling die 1750 bedden werden bereikt. Maar op een gegeven moment de mensen worden ziek. Mensen die zijn niet meer inzetbaar. Dan zijn die 1250 bedden alleen nog maar beschikbaar. Ja, 1350. Of 1350 bedden. En wat het kabinet dan nu zegt, is dat zij in ieder geval vanuit de zorg... signalen krijgen dat doordat er zoveel tekort aan personeel is, dat de werkdruk zo hoog is geweest het afgelopen jaar, dat daardoor zoveel uitval is onder andere IC-verpleegkundigen. Dat is allemaal waar. Dat lijkt mij waar. Ja. Ik kan het zelf niet beoordelen, maar je hoort het ook terug als je de ziekenhuizen belt. Dat daardoor die 1350, dat onrealistisch is om te zeggen dat je ooit zoveel patiënten... Maar wat ik mij dus afvraag, met deze pandemie, epidemie waar we in zitten, we hebben 18 miljoen mensen bijna in Nederland en we hebben maar 1200 of 1350 IC-bedden. Stel dat er iets vreselijks gebeurt, dan zijn die dus zo vol. Ja, dat is altijd al een issue geweest. Er waren ook partijen in de Tweede Kamer die dat voor corona al aankaarten. Er zijn toch 3000 bedden wegbezuinigd door de jaren heen? Ik wil net zeggen, waarom is dat allemaal wegbezuinigd? Ja, omdat de zorg in Nederland, dat is een debat wat al jaren speelt, is heel efficiënt geworden. Er is veel marktwerking in de zorg. En dat zorgt er ook voor zo efficiënt mogelijk gingen werken. En dus, zo'n epidemie is ervoor nodig dat dat dus niet werkt, om dat in te laten zien. Nou, daardoor ziet iedereen in de zorg nu wel in. Maar we zitten inmiddels 2 jaar in de epidemie. En of de pandemie en de zorg wordt steeds minder in capaciteit. Daar lijkt het eigenlijk op. En dus merk je wel dat ook het debat in de Tweede Kamer ook al wel gaat over hoe moeten we hierna nou eens gaan kijken hoe je die zorg toch wel weer wat steviger klaarzet voor de toekomst, voor een eventuele volgende pandemie. Maar na twee jaar corona, waar wij allemaal de dupe van zijn hier in Nederland of in de hele wereld. We pakken nu Thomas aan alsof hij het niet is. Ik vraag het me alleen maar af. Wat is er dan in die 2 jaar gebeurd? Want dat vraag ik me af. En ik hoor niemand die vragen ook stellen. Wat is nou in 2 jaar gebeurd in de ziekenhuizen met het personeel? Wat is er gebeurd? Ja, nou ja, als je dat bijvoorbeeld aan Diederik Gommers vraagt, die zit hier trouwens volgende week in dit programma. Over 2 weken heeft hij een boek. Ja, grappig, hè? Moet goed verkocht worden. Goed, maar die vertelt al dat er wel degelijk ook aandacht is geweest voor het aantrekken van nieuwe IC-verpleegkundigen. Was niet gelukkig bijvoorbeeld. Maar die opleiding duurt heel lang. Die opleiding duurt een paar jaar. Dus die heb je dan pas over een paar jaar. Dus daarom is dat effect, dat zie je nu nog niet terug blijkbaar in de zorg. Maar het is natuurlijk wel een punt, hè, dat de zorg is zo uitgekleed de afgelopen jaren. Dat is ook door de politiek gebeurd. Ja, die deksel krijgt de politiek nu op de neus. En dan zie je dus nu dat vanuit de zorg ook vandaag waar het weer de spoedeisende hulparts artsen die met een noodkreet kwamen. Hè, dat ambulances in Nederland rondjes rijden langs ziekenhuizen, waar ziekenhuizen zeggen, sorry, je kan hier niet terecht met je patiënt, want we hebben geen plek. Dat daar aan het begin, dus niet alleen op de IC, maar ook al bij die spoedeisende hulp, dat noemen ze dan een zorginfarct ontstaat. Ja, dat zijn wel boodschappen die, dat horen we ook achter de schermen, in Den Haag wel hard aankomen. En ja, met een blik op volgende week vrijdag, als er weer een coronapersconferentie is, ziet men het wel somber in. Dat er wellicht... Ja, we zijn op weg naar de coronapas, toch? Daar kun je vanuit gaan, uiteindelijk, toch? Straks. De coronapas de werkvloer bedoel. Ja, die gaat eraan komen. Hè? Nou ja, het kabinet wil dat. We weten nog steeds niet. Het is moeilijk in te schatten of daar een meerderheid van de Tweede Kamer voor is. Wat je dan krijgt is dat bijvoorbeeld in de horeca, waar de QR-code nu al verplicht is voor bezoekers, dat zelfs ook het personeel verplicht een QR-code moet hebben. Dus of getest moet zijn, of genezen, of gevaccineerd. En dat gaat ver. En er zijn veel partijen in de Tweede Kamer die toch wel
twijfelen daaraan. Het punt is een beetje dat het kabinet het nu langzaam aan het presenteren is als, ja, maar het alternatief daarvan is lockdown-achtige maatregelen. Vanmiddag ook weer naar de ministerraad zei de jongen tegen Sofie, mijn collega, dat hij het niet uitsluit dat je dan naar lockdown-achtige maatregelen moet gaan kijken. Dus bijvoorbeeld horeca weer moet sluiten of andere maar 87% van de Nederlanders is nu gevaccineerd, hoor ik van de week bij het coronadebat. Heel veel. Dat is echt heel veel. Ja, dat is blijkbaar niet hoog genoeg, zeggen de deskundigen. Maar wacht even, we hadden het ooit over groepsimmuniteit enzovoort, maar 87% gevaccineerd is, dan zou je moeten denken, dit is toch wel een keer voldoende. Want nu al die maatregelen weer, dat geeft toch op een gegeven moment ook een gevoel, wat doen we het met z'n allen voor? Ja, dat is een terechte vraag. En van de week zei Kees van der Staaij, die zei, ja, al die tijd is tegen ons gezegd, die maatregelen hebben we nu nodig, totdat we voldoende mensen gevaccineerd hebben. Nou hebben we dat, en dan zeggen ze, ja, maar het is toch niet genoeg. En dan, wat is dan straks het volgende? Wat straks dan is er 100% gevaccineerd, en dan blijkt het nog steeds niet genoeg te zijn, omdat de capaciteit het in het ziekenhuis nog steeds niet aankan. Pieter Omtzigt kwam met cijfers die op dat moment binnenkwamen. 45% van de mensen die opgenomen was gevaccineerd. Gevaccineerd, en 55% ongevaccineerd. Maar dat was aan het kantelen, had hij het ook over. Dat vertelde hij ook nog. Ja. Dus dan denk je bij jezelf, dus al die mensen die gevaccineerd zijn, het schiet daar helemaal niet op dan. Nee, het zijn grote problemen. En wat ik dus zei, is dat het kabinet nu dus eigenlijk zegt, ja, of die coronapas, of lockdown-achtige maatregelen. En dat is voor partijen in de Tweede Kamer een hele moeilijke keuze die ze komende week moeten maken. Binnen nu een paar dagen steunen we dat wetsvoorstel. Of gaan we ervoor kiezen dat de horeca om 8 uur dicht moet, bijvoorbeeld om 6 uur. Nou ja, dat zijn maatregelen waar eigenlijk niemand aan wil. Wordt er ook gepraat over meer geld in de zorg stoppen? Nog meer geld? Daar wordt er heel vaak over gesproken. Dat was ook na Prinsjesdag. Oké, daar wordt er over gepraat. Ja, over de salaris wordt verhogen. Er is toen nog een potje geld voor vrijgemaakt de afgelopen Prinsjesdag. Maar miljarden zijn er natuurlijk als steun zijn er verstrekt. Maar eigenlijk die miljarden die hadden ook de zorg in kunnen gaan, natuurlijk. Ja, maar dan heb je dus niet. En dan hoor je dus weer de gommersten van deze wereld die zeggen, ja, je kan ons wel een paar miljard geven voor IC-verpleegkundigen. Maar een IC-verpleegkundige die komt niet morgen uit een paddenstoel. Ja, meer om het zorgstelsel weer uiteindelijk omhoog te krijgen. Het herstel van de zorg is wel een belangrijk thema. Ja. Thierry Baudet kwam met allemaal cijfers deze week. Maar er werd eigenlijk inhoudelijk niet op ingegaan. Klopten die cijfers die hij bracht? Voor een deel wel, voor een deel niet. Kijk, het klopt als je zegt dat een deel van de mensen in die ziekenhuizen liggen, dat die gevaccineerd zijn. Dus als je gevaccineerd bent, loop je nog steeds kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Die cijfers, die kloppen. Alleen, kijk, ik ben ook geen wetenschapsredacteur, dus ik moest daar wel even over rondbellen. Maar dan wordt wel dat als je uit context één zo'n grafiekje laat zien, dan begrijp ik dat hij daar wel een vertekend beeld mee gaf. Want als hij zegt, we hebben nu net zoveel doden in de afgelopen 2 jaar als het gaat om griep, als met corona. Nee, dat weet ik niet, Wilfred. Nee? Nee. Allebei 18.500, had hij een statistiek van. Ja, ik heb dat niet kunnen factchecken, maar even uit van de collega's van bijvoorbeeld de Volkskrant die dan zeiden dat niet klopte. Ja. Wat mij opviel, ik bedoel, en dat hebben we natuurlijk al vaak besproken, is dat niemand luistert meer naar hem. Daar wordt ook inhoudelijk niet meer op ingegaan. Hugo de Jonge die ging met zijn rug naar hem toe zitten. Werd daar overigens wel op aangesproken door de... Ja, door nadat hij jezelf drie keer geroepen. Hallo Hugo, Hugo, hallo Hugo. Ja, waarbij ik dan wel weer één ding opviel, is dat de voorzitter van de Kamer sprak Baudet aan. Het is de minister, het is niet Hugo. Terwijl het kabinet zelf, of te pas het onpas, op een first name basis zegt, Mark gaat er naar kijken, Hugo gaat er naar kijken. Maar als Kamerlid mag je dan weer geen Hugo zeggen. Nou ja, vandaag nog een gesprek in Groningen, was dat? De formatie. Ja? Nee, dat is het punt. We hoort niet zoveel. Hoort niks meer? Nee, de luiken zijn echt dicht. We begrijpen wel dat ze in een fase zitten dat er nu echt knopen doorgehakt worden. Ach, kijk aan. Maar als je dan vraagt, wanneer verwacht je nou dat er een nieuw kabinet is? Dan heeft niemand echt een antwoord. De een zegt begin december, de ander zegt half december. Er zijn ook weer mensen die zeggen, en dat zijn mensen die er omheen hangen. Ja, die er verstand van hebben. Die verstand van hebben. Die zeggen dan, nou, het wordt misschien wel begin januari. We weten niks. Maandag gaat Kamervoorzitter Vera Bergkamp, want die is formeel de procesbegeleider. Vroeger was dat de koning, maar die hebben het uitgehaald. Die gaat praten met de informateurs, want die wil ook weten, waar blijft het? Oh. Dat is toch gênant dit. Duidelijk. Maar de vraag is eigenlijk, voor op één of na op één? Wat gaat het worden, denk jij? Het kabinet. Voordat ik bij op één zit, doe je. De voor zou wel lekker. Als afscheidscadeautje. Ja, dat zou mooi zijn. Dan kom ik hier bij jou nog over het nieuwe kabinet. Afscheidscadeautje, doen we dat. Oké, dankjewel Thomas. Joehoi.